In de jeugdwet staat dat gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming voor hun beroepsregistratie zich moeten registreren bij het kwaliteitsregister jeugd, oftewel SKJ, of in het BIG-register. In dit filmpje gaan twee gedragswetenschappers van Purijn in gesprek binnen de organisatie over onderlinge rollen en verantwoordelijkheden tussen werknemer en werkgever als het gaat over herregistratie op masterniveau en een postmasterregistratie. Hey, goedemorgen. Hey. Hi. Welkom. Jullie hadden gevraagd om voor het overleg wat we direct met een grotere groep hebben, nog even vooraf te gaan kijken in het kader van je herregistratie, ja. Wat er zoal mogelijk is. Klopt? Wij hebben inderdaad wat vragen allebei over een herregistratie en over de postmaster registratie. Oké, en welke vragen hebben jullie precies? Onder andere waar de supervisie aan moet voldoen. Mm-hmm. Wat betreft de postmasterregistratie zijn wij benieuwd naar de mogelijkheden binnen de organisatie. Ja. Wat een registratie voor veranderingen voor ons salaris en voor onze werkzaamheden gaat betekenen. Mm-hmm. De organisatie gaat bijdragen. Ja, even over de verschillende mogelijkheden. Als organisatie vinden wij het inderdaad heel belangrijk dat onze gedragswetenschappers zoveel mogelijk ook postmaster geregistreerd zijn. Het werk is complex, veelzijdig en de fase master gedragswetenschapper die voldoet toch vaak niet aan wat er op het werk van je verwacht wordt. Herkennen jullie dat? Ja. Ja. Dus we zijn ook aan het nadenken, hoe kunnen we nou een grotere groep A ondersteunen bij het behalen van de herregistratie, maar mogelijk ook postmaster. Ja. Dus als we even teruggaan naar de mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is gewoon solliciteren als er een vacature is voor een opleidingsplaats bij een opleidingsinstelling. Ja. De tweede mogelijkheid, we zijn ons gaan verdiepen in wat zijn nou de eisen met betrekking tot supervisie. Mm-hmm. En daarin zie je dat afhankelijk van of je het alleen voor je herregistratie wil of al met het perspectief denkt ik wil een postmasterregistratie, dat je een andere type supervisor nodig kan hebben. Ja. Wat we hebben gedaan is alle supervisoren binnen de organisatie in beeld gebracht met hun kwalificaties. En we hebben beleid geschreven dat wij zeggen, primair willen wij voor de supervisor zorgen, maar je moet hem wel zelf zoeken. Maar wij hebben een overzicht gemaakt. Ik zal jullie dat straks laten zien, want wij hebben dat op leerplein staan. Okay. En supervisie mag je ook in werktijd doen. Oh. En een interne supervisor zijn de kosten ook voor de organisatie. Mm-hmm. Hieronder vind je het beleid. En het goede nieuws is, we hebben toch binnen de organisatie zo'n kleine 60 supervisoren. Oh. En als organisatie zorgen wij ook dat we in-company een supervisieopleiding aanbieden aan degene die minimaal 5 jaar hun postmasterregistratie hebben, want dat is dan weer een voorwaarde die jullie nodig hebben. Ja. Dus ten aanzien van de supervisie is het eigenlijk best wel geregeld. Voor de herregistratie zijn wij nu aan het kijken of we kleinere modules kunnen gaan maken die voor een deel ook door eigen professionals gegeven worden. Want we hebben heel veel hoofdenbehandeling met expertisegebieden. En wat we willen gaan doen is hun vragen om in company scholing te gaan ontwikkelen. Dan gaan wij ze laten accrediteren. Mm-hmm. En dan kunnen gedragswetenschappers daarop inschrijven. En we hebben straks die bijeenkomst en dan willen we ook gaan kijken waar de interesses zijn van de gedragswetenschappers, dus met welke trajecten we zullen gaan beginnen. En zo je registratie halen. Ja. De volgende stap is dan nog, stel je wil graag een postmasterregistratie halen. En dan heb je natuurlijk veel meer punten nodig. Met supervisie hebben we al gezegd, daar moet je van tevoren over nadenken. Dan zou het ook nog goed kunnen zijn om binnen zo'n brede organisatie te gaan kijken van, zal ik eens op een andere werkplek een tijdje gaan werken? Jullie zouden bijvoorbeeld van plek kunnen wisselen, stel dat je op verschillende locaties werkt. Mm-hmm. Je kan zelfs met onderwijs met iemand een carousel doen. Ik zag dat jij een boek van een opleidingsinstelling bij je had. Dat is goed, want dan kunnen we daar ook zien van, nou, wat is er nou zo al? Wat kunnen wij zelf ontwikkelen als binnen de organisatie? En wat kunnen we inkopen bij een opleidingsinstituut? Want als je het in company
Later zijn de kosten natuurlijk lager. Ja, maar wat je moet realiseren, de studietijd zal toch veelal eigen tijd zijn. Ja. En dat geldt ook voor degene die echt binnen een opleidingsinstituut opleiding doen. Dat zal voor jullie ook gelden. Want precies, het is nu nadenken over. Ja. We hebben ook een aantal uren werkervaring nodig. Ja. Maakt het dan uit welke doelgroep? Telt dan alles mee qua werkervaring? Nou, het is zo dat als je een contract van 32 uur hebt, als je gewoon de opleiding doet, dan kun je in 2 jaar je werkervaringsuren halen. En als je 24 uur hebt, doe je er 3 jaar over. Nou, jullie hebben ook best wel grote contracten, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, dus daar zit het punt niet. Maar op dit moment doe ik in mijn werkzaamheden niet zoveel aan diagnostiek, maar dat is wel nodig voor een herregistratie of een postmasterregistratie. Hoe kan ik daar aan werken? Ja, er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. We hebben binnen de organisatie afdelingen die specifiek gericht zijn op de diagnostiek. Mm-hmm. En waar ook de diagnostiekvragen binnenkomen. En je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of je niet daar 1 dag in de week zou kunnen gaan werken of een periode iets langer, dat je met iemand daar een ruil kan maken. Daarom is het met een groep gaan bekijken eigenlijk heel interessant. En verder, want behandeling doe je genoeg en voorafgaand aan de behandeling ben je natuurlijk altijd met diagnostiek bezig. En verder met procesdiagnostiek bij de evaluaties van je behandelingen, et cetera. Maar het is wel zo dat we ook, als we willen gaan kijken naar geaccrediteerde scholing, goed moeten opletten dat er een balans is tussen scholing op het gebied van diagnostiek en op het gebied van behandeling. Terwijl die in de praktijk toch regelmatig wat door elkaar lopen. Volgens mij hadden jullie straks nog 1 vraag die we nog niet beantwoord hebben. En dat ging over als ik nou postmaster ben, wat betekent dat dan voor mijn functie of voor mijn salaris zelfs, hè? Mm-hmm. Je ziet binnen de organisatie dat de hoofdbehandeling hebben postmaster registraties. Dus als je ambities in die richting hebt, heb je die in ieder geval nodig. Maar dan hangt het af van de functie die je gaat doen of je dan ook in een andere schaal komt. Want als jij je postmasterregistratie hebt, dan doe je je werk gewoon wat je op dit moment doet. Ja. Beter en beter onderbouwd. En dat is de eerste stap. Ja. Eens? Ja, zeker. Ja, zeker. Zijn er wat jullie betreft nog vragen? Ja, zeker. Bij die individuele trajecten vraagt het ook eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid. En dat is sowieso, hè, als je het hebt over je herregistratie, of je nou jeugd- en gezinsprofessional bent of gedragswetenschapper, is primair de verantwoordelijkheid voor de professional. Maar als organisatie willen we jullie daarbij graag ondersteunen en faciliteren en het iets makkelijker maken. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Oké. Okay. Goed? Ja, dan zeker. Oké, okay, zullen we dan ons klaar gaan maken voor het volgende overleg, waar onze collega's komen? Lijkt me goed. Oké. Okay.